Naar aanleiding van een recente melding van de WHO Global Alert deelt het ministerie van Volksgezondheid mede dat er bepaalde geneesmiddelen van de fabrikant Maiden Pharmaceuticals Limited in omloop zijn. En die zijn vervuild. De vervuilde grondstoffen behoren niet thuis in de producten Promethazine Oral Solution, Cofex Malin Baby Cough Syrup, Maycof Baby Cough Syrup en Maygrip en Cold Syrup. Bij inname van een van deze vier soorten hoestdrank kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onafhankelijk kiesbureau OKB heeft gisteren haar 45-jarig bestaan herdacht. Voorzitter Sheikh Ali Baks stelt dat het OKB haar bestaansrecht in de 45 jaren heeft bewezen. Het fundament daarvoor ligt verankerd in artikel 60 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van de verkiezingen, aldus voorzitter Sheikh Ali Baks. Het OKB bewaakt een van de pijlers van de democratie, namelijk eerlijke, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Vijf mannen die zijn aangehouden in Wageningen met één grote Amerikaanse zilverreiger, 209 stuks kwikwi, 8 emmers krobias en patakas, verboden sleepnetten en een jachtgeweer zijn heengezonden nadat zij een boete van 16.000 SRD hebben betaald. Amerikaanse zilverreigers behoren volgens de jachtwet tot de totaal beschermde diersoorten in Suriname. De dienst Slans Bosbeheer benadrukt dat het verboden is om op beschermde diersoorten te jagen. Daarnaast is het verboden om binnen openbare wateren anders dan met een hengel of handlijn te vissen. De vissoorten zijn gedoneerd aan een sociale instelling.